Zie, na een helse week vandaag 0-1 tegen Genk, dat zal zeker niet ingecalculeerd zijn. Nee, inderdaad. Het is een spijtig verlies. Mm-hmm. Ik denk dat we, het was een match dat we collectief minder hebben gespeeld. En tegen een sterk Genk vandaag, en dan gaat geen kans incasseren. Dat is natuurlijk niet gedaan, hè. We blijven verder doen en we blijven ervoor gaan. Je merkt wel in de wedstrijd, dat team dat ging scoren, dat ging er waarschijnlijk ook heel kort bij zijn. Het zat dicht bij elkaar. Ja, het was dicht bij elkaar. Zoals ik al zei, Genk was sterk vandaag en we hadden onze minder match. En ja, als je een van je mindere matchen speelt deze competitie, ja, dan ga je van die punten verliezen. Maar we moeten niet bij de pakken blijven hangen. Hè. We moeten gewoon verder doen. Aan de andere kant, van de meiden wordt heel veel verwacht. 3 wedstrijden in 6 dagen, 3 topwedstrijden. Ja. Als dat bij de mannen gebeurt, dan staan de kranten 3 weken vol. Dat is waar, hè? Dat is misschien het voordeel van vrouwenvoetbal, dat het ietsje discreet voorbij gaat. Maar zoals ik zeg, het was zeer vermoeiend, maar daar mogen we het ook niet aan wijten. Hè? Maar we gaan verder werken en op naar de volgende match. Oké, veel succes bij die volgende wedstrijd. Dank.